Het is 2012 en op verschillende punten wordt er nieuw beleid gemaakt. Zo ook bij de gemeente. En ik ben erg nieuwsgierig naar het nieuwe beleid wat betreft de integratie. Al die mensen die nieuw komen, de migranten en de autochtonen en de allochtonen. Want niet iedereen is ook voor 100% Tilburger. En de medeverantwoordelijke wethouder die daarvan alles over weet te vertellen, dat is de heer Jan Hamming. En we gaan hem even opzoeken. Integratiebeleid. Ja, het doel daarvan is dat iedereen, ook de nieuwkomers, zich betrokken voelen bij elkaar en bij Nederland. En als je hier woont, ook meedoet met de Nederlandse samenleving. Hoe komt dat nou toch, meneer Hamming, dat het in Tilburg en misschien ook in de rest van Nederland niet zo lukt? Nou ja, je ziet op een aantal fronten dat het moeizaam gaat. Dat heeft te maken met de werkloosheid die is toegenomen. En dan zie je ook dat juist de mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten, en dat zijn vaak ook nieuwe Nederlanders, dat die als eerste ook weer uitvallen. Dus dat ook de werkloosheid toeneemt bij juist de economisch, sociaal-economisch zwakkeren. En dat zijn vaak ook mensen van andere dan Nederlandse afkomst. Dus de werkloosheid is toegenomen. Daarbij zie je ook dat de schooluitval heel hardnekkig is onder bepaalde groepen van minderheden. En ten derde zie je ook dat, en dat heeft te maken met dat mensen werkloos zijn, dat ook de armoede toeneemt. Nou, en ook daar is juist, zie je dat juist minderheden zwaarder worden getroffen. Nou, maar hoe krijg je dat dan weer op orde? Nou ja, twee belangrijke doelen hebben wij onszelf gesteld. En daar beginnen we mee in de vijf impulswijken, noemen wij dat. In Stokhasselt, in Groenewoud, in Trouwen en Uitvindersbuurt, in Groes en Hoefstraat en in de Kruidenbuurt. Daar hebben we gezegd van we gaan zorgen dat elk gezin weer een kostwinner heeft. En dat alle kinderen met de startkwalificatie van school gaan. En dat is ons grote doel. Op deze twee zaken zorgen dat iedereen naar school gaat en afmaakt. En dat iedereen aan het werk komt. He, dat is eigenlijk het belangrijkste om te kunnen werken aan een goede toekomst. Als je goede opleiding hebt, heb je een betere kans op de arbeidsmarkt. En een tweede is, als mensen al een opleiding hebben, zorgen dat ze ook daadwerkelijk aan het werk komen. En daarmee ook eigen inkomen verdienen. En dat is de beste garantie om ook daadwerkelijk mee te doen en erbij te horen. Maar je bent toch al bezig met vanuit de wijk te werken, want zo moet het, denk ik. Ja, maar dat is nu op dit moment wel tegen de stroom in. Want wat zie je? Je ziet dat door de economische crisis de werkloosheid toeneemt, de armoede toeneemt, ook door de bezuinigingen. En dat juist deze groepen dan extra getroffen worden. En wat wij doen met woningbouwcorporaties, maar ook met het bedrijfsleven, met al die bewoners in die vijf wijken, proberen wij dat tijd te keren en ook mensen juist een extra steuntje in de rug te geven. En dat doet u helemaal alleen? Nee, dat doen we met heel veel mensen, met woningbouwcorporaties, met bedrijven, met heel alle instellingen in die ook in die wijk werken. En het is ontzettend belangrijk om daar extra energie in te blijven zetten. En vooral met al die partijen samen te werken aan die twee doelen. En een derde doel is dan ook voorkomen dat mensen in armoede geraken. U zegt, ja, die integratie die wordt opnieuw aangepakt. U bent al een aantal jaren bezig. Dit is een 10-jaren plan. We zijn begonnen in 2009, loopt door tot en met 2019... We hebben daar ook geld voor beschikbaar gesteld als gemeente, maar ook de woningbouwcorporaties hebben daar geld bij gedaan. Dus we hebben zo'n 10 miljoen euro beschikbaar om daar ook geld in te steken. En daarnaast hebben we ook gezegd, het armoedebeleid waar we een paar miljoen per jaar voor beschikbaar stellen, zetten we ook door tot en met 2019. En dat betekent dat we een forse hoeveelheid middelen hebben om ook daadwerkelijk mensen vooruit te helpen. Want ons doel is sociale stijging. In oud-Nederlands verheffing van mensen, mensen vooruit helpen, omhoog te helpen op de ladder van de samenleving. Ja, nou is die integratie dus tot nu toe wat mislukt, als ik het zo mag zeggen. Maar hoe meten jullie dat? Hoe weten jullie nu zo van dat mensen niet geïntegreerd zijn? Nou ja, dat is heel simpel. Je kan de werkloosheid meten. Dat doe je dan ook op nationaliteit of op afkomst. Hetzelfde geldt voor armoede. Hebben wij alle 14.000 gezinnen die in Tilburg in armoede leven, hebben wij in beeld. Met naam en rugnummer en SOFI-nummer of tegenwoordig BSN-nummer. En schooluitval zijn er dan gelukkig wat minder. Hebben we alle jongeren die van school eerder afgaan, hebben wij in beeld. En hebben we ook in beeld wat er met hun gebeurt om weer aan school, naar school of aan het werk te komen. Dus met de alle gegevens van tegenwoordig en gegevensuitwisseling en de mogelijkheden die dat biedt, hebben we de cijfers goed op orde. En nu gaat het er nog om of we die cijfers kunnen omzetten in daden en ook daadwerkelijk mensen vooruit kunnen helpen. En ik zou niet zeggen integratie is mislukt.
Ik zou wel zeggen, we hebben nog wel een hele weg te gaan. En dat is een kwestie van lange adem. Niet opgeven, altijd maar doorgaan. Met een gezamenlijke focus om mensen vooruit te helpen. Ja. Ook op basisscholen zul je toch nog werk moeten doen? Ja, nou wat het mooie is van de basisscholen is juist dat we in die 5 wijken, waar de meeste mensen zijn die van school uitvallen, of waar de werkloosheid en armoede het hoogst is, daar hebben we de beste scholen staan. Dus de zwakste wijken, de beste scholen, de beste voorzieningen. Allemaal nieuw gebouwd. Daar waar het nog 10, 12 jaar geleden zo was dat kinderen op de toiletten remedial teaching kregen, of les kregen, omdat er niet voldoende ruimte was, zijn die scholen nu helemaal up-to-date. Moderne scholen met goed onderwijs en personeel. En je ziet ook dat die scholen het heel erg goed doen in de scores ook, de CITO-scores. Dus dat zijn eigenlijk de beste scholen nu, ook als het gaat om onderwijsresultaten, staan juist in die zwakste wijken. Dus dat is ook een aanmoediging voor ouders om hun kinderen niet buiten de wijk op school te brengen, maar terug gewoon op de wijk, buurtschool. We hebben het een beetje gehad over arbeid, over ja, scholing en school. We hebben het ook over, nou dat hebben we eigenlijk nog niet gehad, over veiligheid. Dat is ook een punt. Ja, criminaliteit is natuurlijk ook een belangrijk punt. Zeker als je kijkt, criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is te hoog. De oververtegenwoordiging heet dat, is fors. Dus dat gaat tussen de 40% en 50% meer als het gaat om criminaliteit. En ja, daar willen we vanaf. Dus dat willen we gewoon terugbrengen naar het gemiddelde niveau. We hebben het eigenlijk steeds maar gehad over dingen die niet goed gaan. Maar het gaat toch ook wel een beetje goed? Kijk, het gaat met 90% van de, ja, ik zeg altijd allochtonen, dat vind ik een rot woord, maar 90% van de nieuwe Nederlanders gaat het hartstikke goed. Dus we moeten het niet overdrijven. 90% doet het geweldig in onze samenleving. Het gaat om die 10%. Die willen we graag ook een betere toekomst bieden. En daar waar men zich niet gedraagt, willen we ook graag dat ze zich gedragen. En die 10%, dat is een te hoog percentage, maar als je kijkt naar de totale bevolkingsgroepen, dan is het eigenlijk, moeten we toch echt zeggen, het gaat heel erg goed met 90% van de mensen. 10%, daar moeten we nog aan werken. Zo gaan we 2012 binnen. Dank u wel, meneer Hamming.